Deze uitzending van de Haagse Voetbalhistorie TV wordt mede mogelijk gemaakt door Freekicksport. Bijmerstraat 341 in Den Haag. Kijk voor meer informatie op www.free-kick.nl. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Haagse Voetbalhistorie TV. Vol trots kan ik maar zeggen, hebben we vandaag een afspraak met ome Jan Doorschot. Als er één iemand iets weet over de historie van onder andere voetbalvereniging ODB, dan is dat natuurlijk ome Jan wel. Hallo Jan. Hallo, goedemorgen. Hallo, welkom. Goedemorgen. Zo, gaat u mee naar Oude Been? Ik ga graag naar Oude Been. Oké. Ome Jan, welkom bij ODB, uw favoriete vereniging. Kan je wel zeggen. Wanneer bent u precies begonnen met voetballen? Toen ik 12 jaar was. 12, 13 jaar. Eerst bij de voetbalvereniging Vooruit Ons Doel, VOD. En heel even bij VCSD, wat nu het huidige VCS is. Daar had je SVC, heette dat, en VCSD. Die zijn toen gefuseerd. Daar waren we onderhuurder naar de hand. In het Zuiderpark, tweede gedeelte. En daar ben ik eigenlijk begonnen met voetballen. Oké. En toen bent u bij ODB terechtgekomen? En toen ben ik direct na de oorlog, in 45, eind 45, bij ODB gekomen. Via een patat frietzaak op de Hoefkade. En dat liep ineens als een trein. ODB groeide en bloeide. En ODB was een voortvloedsel uit SHC, Sportvereniging Haagse Krant. Die, als je dus, laat maar zeggen, als het ware in de overal werkte, kwam je moeilijk in het eerste elftal. En dat staat op les bepaalde voetballers tegen de borst. Dat hebben ze zelf een vereniging opgericht, wat nu het huidige ODB is. En die brachten spontaan een paar gulden bij elkaar. En de contributie was 15 cent in de week. En als je werkeloos was, 10 cent in de week. En zo zijn we begonnen met loterijtjes langs het veld, bonnetjes, loodje en dubbeltje. Zo hebben we de kas opgebouwd. Ome Jan, toen ging u bij ODB voetballen. Wat was uw favoriete positie? En bent u tot welke elftal bent u gekomen? Derde elftal en ik was altijd linksbuiten. Ik kon heel weinig van voetballen, maar ik was vreselijk snel. En daardoor heb ik nog menig doelpuntje meegepikt. En vooral met corners die erin draaiden. Ja. Maar ik ben nooit hoger, want ik was trots als ik reserve stond bij het tweede elftal. Ja. Dat vond ik prachtig. En je speelde meerdere wedstrijden op een dag, hè? Ja. Ik heb al 2,5 wedstrijden op een dag gespeeld. Ik ging op de fiets. Ik was op de Landscheidingsweg. Wat nu Landscheidingsweg heet, daar speelde NLS. En daar had ik gevoetbald. En toen speelde Paraat, waar nu het ziekenhuis Leidenburg. En toen hadden ze oncompleet. Ging ik op het fietsje, kon ik nog 17 minuten meedoen. En ik ben ook een keer naar wat nu Erasmus heet. Dat heette toen ik heb even de naam kwijt. Maar daar ging ik nog heen en daar viel ik ook heel kort in. En toen werden we nog kampioen, maakte ik het winnende doelpunt. En ik was de minst goede speler. Want ik ben wel naar 11 commissie gegaan. Dat ik zei, joh, het is zo'n belang, laat mij nou maar buiten. Maar ik moest meedoen, want ik was altijd aanvoerder. En ik kon goed stimulerend praten. Quando sono solo e sogno all'orizzonte mancano le parole.
so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me. En wat betekent ODB voor u? Nou, ODB is eigenlijk mijn leven. Toen we begonnen had je geen clubgebouw. En dan kwamen ze bij me thuis, we verzamelden bij me thuis. En je had geen stoelen genoeg, alleen een wasplank ertussen of een plank ertussen, tot iedereen kon zitten. En zo is dat altijd doorgaan. Ik had 11 tokkenbissen bij me thuis. Of alleen Papendrecht, die nu nog steeds lid is, ook net zo lang lid als ik. Of bij mij thuis, waar dan ook, 11 commissies, bestuursvergaderingen, mental trainingen en et cetera, et cetera. Maar ik heb zelfs bij Holland Sport een aardige functie aangeboden gekregen. Maar ODB in de steek laten, dat zou nooit in me opkomen. En nu voor elk bedrag nog niet. Want u doet nog steeds iets hier voor ODB, hè? Ik doe nog, kan ik je dadelijk laten zien. In mijn ballenkast die verzorg ik nog altijd. En de kleding heb ik wel allemaal netjes. Alles geteld en genoeg of er genoeg kousen genoeg. Dan ga ik naar Freekick, dan vul ik het weer aan of wat dan ook. En dankzij natuurlijk vooral zoals nu hier nu Van Ginkel is. Met medewerker van enkele mensen. Dan, anders ken je dat alleen allemaal niet. Mm. En vooral vandaag de dag niet. Als je zag hoe vroeger simpel het was. Ik gaf ze in de rust, want ik was dan ook nog masseur. Ik kon er geen hout van, want ik kocht een flesje olie voor een kwartje. En dan zei ze, je moet me even masseren. En daar geloofden ze in en we hebben ontzettend veel successen behaald met top, echt. Maar ja, ik liep s'nachts om 3 uur buiten als we kampioen konden worden. Ging met de wedstrijdbal naar Florentia en wachtte tot Florentia openging. En ik werd nog bezeten van ODB. Beter is er niet voor mij. Nou, oom Jan, u bent eigenlijk heel bescheiden. U doet alles voor uw clubje ODB. Maar iedereen kent eigenlijk oom Jan Doorschot wel, hè, in Den Haag. Zeker weten. Bekend. Ja. En het heeft ook geresulteerd in heel veel oorkondes, toch? Ja. Ik ben begonnen met de Oscar, wat nu Aad Mansveld trofee heet. Maar dat was de eerste. En toen kreeg ik de Goudvink. Toen kreeg ik de stadspenning. Toen kreeg ik de zilverspeld van de KNVB in de loop der jaren. Toen kreeg ik de gouden. Meer dan 40 jaar KNVB lid. En de mooiste onderscheiding die kwam. Dat ik naar het Koninklijke Schouwburg gelokt was. Met dat mijn vrouw dat concert graag bij wilde wonen. Ik begreep het helemaal niet. Ik denk, ze had nog nooit voor een concert. Maar mijn dochter zei, doe dat nou eens een keer, papa. Toen kwam ik daar in de Koninklijke Schouwburg en dat was ook wethouder Vink. En ik denk, jezus, wat maken ze een drukte van die concerten, zeg. Maar toen werd mijn naam geroepen. Ik moest achter de bühne komen, achter dat toneel. Ik zei, je zal mijn dochter moeten hebben, want die werkte bij Nationale Nederlanden. Ik denk, die moeten ze hebben natuurlijk. Nee. Maar ja, toen ik bij dat toneel kwam, toen zag ik wel, niet tot ik die koninklijke onderscheiding kreeg, maar toen zag ik wat ook weer een onderscheiding zou krijgen. Want je zag een hele, je hebt ook die foto gezien van zoveel mensen zaten daar. Ja. En ik zei nog, ik denk toch dat het zou buis zijn. Ik had het helemaal niet door. Maar aan de hand ging Deetman achter die lessenaar staan. En dat vond ik ja wel prachtig, zeker voor mijn vrouw. Want ja, ik ben eeuwig en altijd weg geweest natuurlijk. En nooit geen problemen, man. Dat is uniek. Mijn vrouw die leefde gewoon ermee mee. Ja. Begin jaren ging ze altijd mee. En mijn dochter zeker. Maar al die onderscheidingen, dat heb ik wel gewaardeerd. Oom Jan, hartelijk bedankt voor uw interview. Ik zie met belangstelling en met nieuwsgierigheid uit dat ik met mijn dochter kan gaan zitten om te kijken. Oké. Okay. En ik laat je zeker maar weten hoe ik het vind. Ja, vele jaren van gezondheid. Dank je wel. Van de club ODB. U heeft hele mooie reclame dus, voor uw clubje gemaakt. Ik heb een hele prettige ervaring met jullie gehad, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Ik ben zeer tevreden. Succes! En ik ga het zeker bekijken. Bedankt jullie voor je komst.